De avond valt. Dit lijkt me het ideale moment om Sandra eens te polsen over een zeer belangrijke kwestie. Wanneer ben je nou als man tijdens een bevalling ideaal voor het medisch personeel en voor je vrouw? Dat wil ik weten. Wanneer doe je nou echt in jullie ogen? Voor ons ben je gewoon ideaal als je dat bent voor je vrouw. Ja. Als man sta je dan toch vaak een beetje naast van... Wat kan ik nou precies doen? En je ziet dat je vrouw heel veel pijn heeft en je hebt gewoon het gevoel, ik kan niks. Maar je hoeft ook niet per se iets te doen. Gewoon het aanwezig zijn. Ja, maar ze gewoon helpen, een warme kruik, wat water. Gewoon net de dingetjes waar je vrouw op dat moment behoefte aan heeft. Dat is al meer dan genoeg. Oké. Okay. En wanneer maak je echt onmogelijk voor het medisch personeel als man, zeg maar? Wanneer word je gek van? Als je McDonald's corner loopt te slurpen. Ja, dat soort dingen? Ja, dat moet je gewoon niet doen. Nee, weet je, je moet wel voor je vrouw daar zijn. Voor ons hoef je geen dingen te doen. Maar als je op je telefoon zit misschien wel? Ja, het is gewoon fijn als je geïnteresseerd bent in je vrouw en in de baby die geboren wordt. Want als het goed is, is het ook jouw baby. Dus ja, als het een beetje mee zit, is het ook jouw baby. Ja. Maar ik vertel wel wat ik dan van mannen verwacht bij zo'n bevalling. Maar hoe heb jij dat eigenlijk zelf ervaren en hoe heb jij dan je vrouw daarbij ondersteund? Inderdaad, niet tot last zijn en er inderdaad gewoon heel lief voor te zijn. Ja. Dat is het enige wat je kan doen. Maar ik vond de eerste bevalling, weet je wel, dat vond ik wel een ding. Man, ik had nog nooit dat soort boeken ook erover gelezen, helemaal niks. Dus het kwam echt voor mij helemaal voor het eerst. En als je dan daarmee van doen krijgt, ik vond het wel wat. Dus wat raad jij nieuwe vaders aan? Lief zijn en er zijn. En een boek lezen? Nee, ik ben zelf niet de type die erg op internet gaat struinen en allemaal gaat checken hoe dat allemaal zit. Nee. We gaan de nacht in en de tijd begint te dringen voor Michelle en Chris. Want hun kindje laat nog steeds op zich wachten. Ze hebben bijna geen opties meer, maar willen de baby toch uit zichzelf laten komen. Het liefst wil ik gewoon lekker in bad bevallen. Dit is toch het allerfijnste. Gewoon gewichtloos, zonder die zware buik. Dit is het meest ontspannen. Nou, dat was me het dagje wel. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Zij ligt lekker in bad en gaat op de bal zitten. En dan word ik waarschijnlijk vannacht gebeld. Ik ga voor het eerst van mijn leven mijn telefoon 's nachts aanzetten. En dan word ik hopelijk gebeld, uit mijn korfje gebeld. En dan stap ik op mijn fiets hier naartoe en hoop ik dat we erbij mogen zijn. Ik vind het een hele spannende dag. Onwijs leuk om mee te mogen doen. Ik loop mee op de afdeling verloskunde van OLVG in Amsterdam. Zo, nou... Een nieuwe dag. Je ziet, ik heb in mijn mandje kunnen liggen. We zijn niet vannacht gebeld. Dus ik ben heel benieuwd hoe het met Michelle is. Dus ik wil eigenlijk heel gauw naar binnen. En sowieso ben ik heel benieuwd wat deze dag gaat brengen. Want ik hoop nog meer bevallingen. En dat ik weer mag meelopen met mijn geliefde Sandra. Daar ben ik natuurlijk ook ontzettend benieuwd naar. En hoe het met haar is, hoe zij deze nacht is doorgekomen. Dus ik ga gauw naar binnen. Ga je mee? Goedemorgen, dames. Goedemorgen. 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 Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Lekker geslapen? Nou, ik heb inderdaad wel even kunnen uitslapen. Dag, goedemorgen. Jessica Daan, gynaecoloog. Maar ik was er wel even mee bezig natuurlijk. Ja, dat hoe is het met Michelle? Vannacht hebben we het infuus gestart om de weeën op te wekken. En dat heeft ze heel heftig ervaren. En dat was ook wel het moment dat ze zei van... ik ga daar nu van afstappen en het loslaten. En ik heb eigenlijk wat pijnstilling nodig. En toen hebben we haar geadviseerd, omdat het nog vrij in het begin van de bevalling was... om dan toch voor een ruggenprik te kiezen, dat ze daar het meeste baat bij zou hebben. Okay. Dus ze heeft inmiddels een ruggenprik. En daar is ze helemaal pijnvrij bij. Dus dat betekent ook dat we mooi dat met het infuus omhoog kunnen... om voldoende weeën te krijgen, zodat ze echt gaat bevallen. Maar ze heeft het nu wel toebesloten. Ja, dat heeft ze wel toebesloten. Dat is wel wonder. Ja. En vanochtend had ze 1 centimeter ontsluiting. Okay. Dus we hopen nu verder te kunnen gaan en dat ze echt gaat bevallen vandaag. Maar 1 centimeter ontsluiting is niet heel veel, toch? Nee, dat is niet dan moet heel ze nog veel. Even. Dan moet ze nog even, ja. Ja, meestal zeggen we het pas dat de bevalling echt begonnen is. Hè, als de baarmoedermond helemaal korter is geworden. Helemaal... Nou, 6, 7 of zo, toch? Nou, of 4 al? 3, 4. Michelle en Chris hebben dus hun wens om op een natuurlijke manier te bevallen los moeten laten. Maar omdat Michelle over tijd is en haar baby in het vruchtwater heeft gepoept... is een medische ingreep noodzakelijk. Nou, kijk eens aan. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe is het? Goed, ik zei dat voelt al bijna als familie, hè? Als familie? Ja, gisteravond was je hier en nu weer. Net als een soort oom of zo die komt kijken hoe het gaat. Oh, wat lief. Ja. Nou, dat vind ik heel lief. Dat is toch ontroerend? Hé, maar hoe gaat het? Ja, het is weer allemaal anders gegaan dan verwacht, hè? Ja. Opnieuw. Eigenlijk is er alles gebeurd waar ik bang voor was, wat ik niet wilde en wat ook niet in het geboorteplan stond. En dan, dan kom je echt uit bij de kern van yoga. Dat je moet loslaten en je moet overgeven volledig. Ja. En naar je lichaam moet luisteren en wat doen wat op dat moment belangrijk is. En is je dat gelukt? Uiteindelijk wel, ja. Ik heb wel echt geprobeerd tot het uiterste. Maar op een gegeven moment had het lichaam er echt genoeg van.
Dus je werd gewoon gek van de pijn, toch? Ja, ik werd echt gek van de pijn. Op een gegeven moment was het zover dat ik zelfs dacht van, nou, doe maar een keizersnede, want ik ben helemaal klaar mee. Nou, dat is wel het laatste wat ik wil natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Dus toen, ik zit dus nu helemaal volledig aan de infusen en aan de medicatie. Dus het is volledig medisch geworden, ook zelfs met een rugprik. En wat is nu tegen je gezegd, of wat is nu dan de planning? Gaat het nog... Kan dat nu heel snel komen of duurt het echt nog 10, 12, 14, 16 uur, weet je? Ze kunnen er niet heel veel over zeggen. De dosis is weer iets verhoogd. Dus elke keer wat meer... Oxytocine. Ja, dan wordt die wee wat heftiger. In de hoop dat de ontsluiting meer gaat komen, maar ja, dat weten ze ook niet. Dus het kan... haar zusje belde vanuit Deventer of ze nog op tijd zou zijn. Je zei, rij maar rustig aan. Doe maar rondje Nederland, want het kan ben jij de hele nacht wakker geweest of heb je geslapen? Ik heb wel veel van je gevraagd vannacht, voor mijn idee. Nou, niks. Het is allemaal goed. Ja, dat is wel heel fijn dat je er constant bij bent gebleven. Ik kan alleen maar een beetje lief voor haar zijn en ondersteunen. En meer kan je voor mij ook niet echt doen, toch? Nee. Maar... Ik ga ervan uit dat het ergste geweest is. En dat het voor de rest gewoon relaxed kan gaan. Maar ja, ook dat weer overgave. Als het niet zo is, dan is het niet zo. Als je bedenken, dan gaat het toch weer anders. Het universum laat het je weten van, Nou, ga lekker slapen, toch? Ja, ga nog proberen te slapen. Ja. Onwijs veel sterkte, onwijs veel sterkte. En ik hoop dat ik jullie straks nog mag zien. Nou, dat was wel een leuk gesprek weer. Ik vond het ongelooflijk om te merken dat zij, in vergelijking tot het vorige gesprek, wat we natuurlijk gisteren hadden, wat voor stappen ze hebben gemaakt en hoe ze dan nu uiteindelijk de bevalling in zullen gaan. Bij Michelle en Chris is het nog steeds afwachten of de ontsluiting op gang komt. Samen met kinderarts Sophie ga ik even terug naar Kim en haar pasgeboren drieling. De kleine Felicity woog bij de geboorte maar 890 gram en er wordt daarom regelmatig gecontroleerd of alles met haar wel goed gaat. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hoe is het? Goed hoor. Ja. Ze is eventjes even aan het tegenstribbelen. Nou, moeder. Echt, hè? Waar ligt ze dan? Kleine puppy. Nee, ziet een mooie kleur heeft ze. Hè? Is de ademhaling, doet ze eigenlijk heel goed. Nou, ze ziet er helemaal goed uit. Is dit nou verwarmd ook? Ja. Ja? Nou, eigenlijk is het dus warm en het houdt het geluid ook een beetje tegen. Ja. Dus het is eigenlijk het nabootsen van de baarmoeder. Ja, precies. Ja. Natuurlijk in een grote omgeving. En je ziet als je... Het is toch een beetje frons nu ook, hè, met haar oogjes. Alsof ze toch het licht een beetje fel vindt. Ja, en dan dik het weer af, ja. Maar dit gaat allemaal helemaal zoals het moet, toch? Ja. Fantastisch, man. Zij wordt de sterkste van de 3 weken zeker. Ja. Ze is nu het kleinst, maar ze heeft leren vechten. Dus ja, die komt er het sterkste uit. Zo'n mini handje. En alles zit erop aan. Ja, absoluut. Ja, ze is prachtig. Slaap lekker, moppie. Ja. Ik hoop dat er bij Michelle inmiddels ook goede ontwikkelingen zijn. Zou haar ontsluiting verder op gang zijn gekomen? Sandra Dee, vertel, wat gaan we doen? We gaan kijken hoe het vooruit gaat hier. We zijn nu 2 uurtjes verder sinds het inwendig onderzoek. Dus we gaan, wat verwacht je dan? Want we zaten net op 1 centimeter, wat denk jij nu? En ze lijkt mooie weeën te hebben op het CTG, het hartfilmpje. Dus we gaan kijken of daar nu ook vooruitgang zit in die ontsluiting. Ik ben heel benieuwd of je inmiddels wat vooruit bent gegaan, omdat we dat weeënmiddel natuurlijk mooi opgehoogd hebben. Mm-hmm. Kijken of het ook wat doet voor je ontsluiting. Yeah. Dus dat wil ik nu graag gaan kijken hoe dat ervoor staat. Okay. Ja? Oh, lekkere warme sokken. Ja, met koude voeten beval je ook niet, zeggen we altijd. Is dat zo? Nou, dat wordt er gezegd. Okay. Ben je er klaar voor? Mm-hmm. Raak ik je aan. En dan voel je mijn vingers. Heel goed. Gaat het? Ja. Oké, mooi. Okay. Wat ik voel is dat je baarmoedermond wat verder verweekt is en wat meer verstreken is. Mm-hmm. Maar wel dat het, het is nu 1,5 centimeter. Maar er gebeurt al heel veel. Want ook dat verweken van die baarmoedermond is belangrijk en dat die wat platter wordt. Mm-hmm. Dus ook al klinkt het in centimeters voor jou nu niet als heel veel vooruitgang, maar ik voel wel heel veel verschil. Dus er gebeurt echt wel wat. Nou, dat is dan wel een goed teken. Ja, absoluut. Ja. Ja? Dus het gaat goed. Ik laat je weer terug. Dat is ook zeker zo. Tot dat straks mag ook, dankjewel. Weet je. Ik heb er ook naast. Het gaat goed met jou en met de baby. En daar willen we voor blijven zorgen dat dat zo gaat.